Hey, leuk dat je meedoet aan deze serie. Hoe schoon is eigenlijk de lucht die je inademt? Waarom is zwemwater geen drinkwater? Zitten er veel of weinig mineralen in de grond? En wat betekent dat allemaal? In de serie Smart Kids Lab kun je zelf gaan onderzoeken hoe gezond jouw buurt eigenlijk is. En ontdek je wat jij kunt doen om hem te verbeteren. In deze missie ga je onderzoeken hoeveel fijnstof er in de lucht zit. Maar wat is fijnstof precies? Fijnstof zijn hele kleine deeltjes die door de lucht zweven. Je ziet ze niet, maar ademt ze wel iedere dag in. Er zijn veel verschillende veroorzakers van fijnstof. Bijvoorbeeld auto's. De uitlaatgassen van auto's en vrachtwagens zorgen voor fijnstof. Ook de slijtage van de banden, de remmen en het wegdek zorgen voor fijnstof. Vliegtuigen. Rondom Schiphol is de hoeveelheid fijnstof in de lucht vaak hoger dan in de rest van Nederland. Rook uit houtkachels. Het hout brandt namelijk nooit helemaal op en kleine deeltjes roet komen daardoor in de lucht terecht. Veehouderijen. Deze fijnstof bestaat uit mestdeeltjes, voerdeeltjes, huidschilfers en deeltjes van veren en haren die uit de stallen wegwaaien. Maar ook in je eigen huis. Verf, schoonmaakmiddelen en printerinkt zorgen voor veel fijnstof in de lucht. Fijnstof komt trouwens ook uit de natuur. Door het verdampen van zeewater komen er superkleine deeltjes zout in de lucht. Ook dat is fijnstof. En Sahara-zand dat onze kant op waait. Soms zie je dat als een dun laagje rood stof op de auto's liggen. Fijnstof is slecht voor onze longen. Het is dus eigenlijk helemaal niet zo fijn. Hoe minder fijnstof in de lucht, hoe beter het is voor jouw lichaam. Je kunt de fijnstofdeeltjes meten met een zelfgemaakte fijnstofmeter. En dat is wat je gaat doen in deze missie. Download en print nu eerst de werkbladen. Je vindt deze op de site van Smart Kids Lab of klik op de button hieronder. En verzamel meteen de rest van de materialen. Pak nu het werkblad Proefjes doen en noteer bij stap 2 op welke drie plaatsen jij het fijnstof wilt gaan meten. Bijvoorbeeld aan de voorkant van je huis en aan de achterkant van je huis. Of op drie verschillende plaatsen in de buurt. Nu jij. Nu je eigen fijnstofmeters maken. Die hang je vervolgens op drie of meer verschillende plaatsen in de buurt en dan is het wachten een paar dagen, maar een week mag ook. Knip eerst de bovenkant en de onderkant van het melkpak eraf. Knip de zijkanten los op de plek waar deze gevouwen zijn, zodat je lange stroken krijgt. Meet hoe lang iedere strook is en knip deze precies door de helft. Plak aan de bedrukte kant van het karton een stukje dubbelzijdig tape. En smeer vaseline aan de andere kant over het gehele oppervlakte. Niet te dik. Haal nu voorzichtig het velletje van de dubbelzijdige tape af. En plak je fijnstofmeters op de drie plaatsen die jij wilt gaan meten. En dan wachten. Nu jij. Maak je meters en plaats ze op de meetplekken. Haal de fijnstofmeters van hun meetplekken en plak ze op je werkblad. Knip het kartonnetje eventueel bij zodat het past. Schrijf erbij waar je hebt gemeten en hoe lang de fijnstofmeter heeft gehangen. Kijk nu goed naar de piepkleine stipjes op de meters. Is het allemaal wel fijnstof? Er kunnen ook vliegjes tussen zitten. Gebruik eventueel een vergrootglas. Vergelijk de plekken met de fijnstofvergelijkometer. Waar zweeft bijvoorbeeld meer fijnstof? En hoe komt dat, denk je? Schrijf nu jouw conclusies op je werkblad. Fijnstofdeeltjes zijn kleiner dan 10 micrometer, dat is 0,001 centimeter.
De grootte van fijnstof geven we aan in PM, of Particulate Matter, oftewel fijnstof in het Engels. Op de site luchtmeetnet.nl vind je een actuele kaart van Nederland met daarop aangegeven hoeveel fijnstof er op dit moment in de lucht zit. Selecteer linksboven PM10. Kijk maar eens hoe het vandaag in jouw buurt is. In de legenda links zie je hoeveel fijnstof er in de lucht zit. Ik ben benieuwd wat jij ontdekt hebt. Laat het me weten via social media. De links naar onze sites vind je hieronder. Wil je nog verder? Op deze site vind je nog veel meer leuke meetinstrumenten om zelf te maken. En vergeet je niet te abonneren op ons YouTube-kanaal. Dan ben jij de eerste die hoort wanneer er een nieuwe missie online staat. Tot de volgende missie.